Ik heet jullie allen welgekomen op de huwelijksinzegening van Brigitte en Karel. Wij gaan eerst over tot het voorlezen van de wederzijdse rechten en plichten. Wederzijdse rechten en plichten. Echtgenoten zijn tot samenwoning verplicht. Ze zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. De echtelijke verblijfplaats wordt door de echtgenoten in onderlinge overeenstemming vastgesteld. Iedere echtgenoot heeft het recht een beroep uit te oefenen zonder de instemming van de andere echtgenoot. Iedere echtgenoot besteedt bij voorrang zijn inkomsten aan de lasten van het gezinsleven. De echtgenoten kunnen tijdens hun huwelijksstelsel wijzigen. Juffrouw, meneer, deze dag wordt voor jullie beiden waarschijnlijk een van de mooiste en belangrijkste uit jullie leven. Jullie hebben vanuit de schoonheid van houden van elkaar ongetwijfeld reeds eerder beloften gemaakt. Het is aan jullie om deze steeds opnieuw weer kracht te geven en haar wijsheid te vernieuwen. Willen jullie nu recht staan en elkaar de hand reiken? Meneer Vertenten Karel, Jérôme Adelaïde Albert, neemt u tot wettige echtgenote, juffrouw Van Kamp, Brigitte, Emérance, Nicodemus, Paola, hier aanwezig? Ja. Juffrouw Van Kamp, Brigitte, Emérance, Nicodemus, Paola, neemt u tot wettige echtgenoot, meneer Vertenten Karel, Jérôme Adelaïde Albert, hier aanwezig? Ja. We spreken uit, in naam van de wet, dat Karel en Brigitte door de echt verbonden zijn. Dan kunnen jullie nu de akte ondertekenen. Dan kunnen we nu misschien overgaan tot het ondertekenen van de akte door de getuigen. We hebben geen getuigen. Bart. We hebben er geen. Oh, daar heb ik ook niet aan gedacht, hè. Allee, Bart, getuigen moeten we nemen. Ik zal getuigen gaan zoeken. Blijft allemaal staan. Ongelooflijk. U gaat mij toch niet vertellen dat u geen getuigen heeft? Nee, er zijn geen getuigen. Kunt u even assisteren om getuigen te zoeken? Die hebben wij echt wel nodig. Personen zijn die je gevonden hebt om getuigen te zijn. Ja, toch wel, ja. Ook het geweten kon aan monsieur Costume getoond. Ja, oké. Okay. We zullen het dan maar overgaan tot ondertekenen van de akte, zeker? Als het akkoord gaat, tenminste. Ja. Zeker. Ja. Moet toch schrijven, hè? Alsjeblieft. Ja, zo. Daar een handtekening zetten, alsjeblieft. Ja. Dank u wel. En de andere kant hier. Ja. Oké, bedankt. Daarmee verklaar ik jullie dan nu man en vrouw. Allee, proficiat. Het is aan het open dat het goed afloopt. Ja. Thank you.
Brigitte en Karel, mag ik jullie welkom heten in het huis van God. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Beste familie en vrienden, welkom op deze mooie dag waarop we het huwelijk inzegenen van Brigitte en Karel. Jullie aanwezigheid vandaag betekent dat jullie de start willen meemaken van het samen, deel en leven van Brigitte en Karel. Mag ik daarom vragen dat jullie getuigen naast jullie komen te staan? Brigitte en Karel, vandaag begint voor jullie een nieuw leven. Wat de toekomst brengen zal, ligt nog verborgen. Maar que sera, sera. Wat zijn moet, dat zal zo zijn. De toekomst blijft een geheim. Que sera, sera. Brigitte en Karel, zijn jullie als vrije mensen met volle instemming van je hart naar hier gekomen om met elkaar te trouwen? Ja, dat zijn we. Brigitte en Karel, zijn jullie bereid elkaar te aanvaarden als man en vrouw en in liefde voor elkaar te leven? Ja, dat zijn we. Brigitte en Karel, mag ik jullie daarom vragen elkaar de rechterhand te geven en voor iedereen die hier aanwezig is, jullie trouwgelofte uit te spreken? Brigitte, ik wil je man zijn en beloof je trouw te blijven. In goede en kwade dagen, maar liefst in goede dagen. In armoede en rijkdom, maar liefst in rijkdom. In ziekte en gezondheid en al de dagen van mijn leven. Karel, ik wil je vrouw zijn en beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, zolang ik leef. Amen. De liefde heeft de ring als symbool. Heer, zegen deze ringen. Laat ze voor Brigitte en Karel een teken van genegenheid zijn en hem voor altijd herinneren aan deze dag. Brigitte, omdat mijn bloed sneller gaat stromen als ik aan jou denk, schenk ik jou deze ring. Karel, omdat mijn hart sneller gaat slaan als ik je zie, schenk ik je deze ring. Dan zijn jullie voortaan man en vrouw. U mag de bruid kussen.